Ja, welkom bij deze nieuwe video. We gaan weer een leuk dagje door Nederland banjeren. We zijn nu nog, we komen net binnen Rotterdam-Laak. Op Rotterdam staan we, centraal staan we open. Met de trein naar Utrecht en daarna kijken we even verder. Zullen we zeggen, let's go. Op tijd vertrokken uit Rotterdam Centraal. Nou, we zijn al lang op Utrecht aangekomen, weet je waar ik ben. Hoi! Ik kom vorige week al weer tegen. Ja. Ben ik te worden. Ja. Zullen we zeggen, op naar het Spoorwegmuseum. Nou, we zijn al nauw op Malibu op het station tegengekomen. Zeker weten! En er staat weer mijn jeugd. Ja, en mijn jeugd. En erachter, waar zaten het erin? Waar zaten het ding? Daar ook, SGM. Ook de jeugd. We gaan even binnenkijken en we gaan... Waarschijnlijk hard lachen, denk ik. Ja. Zullen we zeggen, let's go. Mooi werkplekje, toch Casper? Ja, zeker mooi werkplekje. Lekker man. Lekker man. Nou, een lekker restaurantje. Hé, hey, barman. Maak hem maar koffie. Hé, hey, we willen Twix. Oh, Twix, dat is ook best. Oké, hou doen we. Nou, we staan weer bij de 37-37. Blij mooi en de 12, 13-12 bedoel ik. We hebben net de simulatie gedaan. Hij bakt er echt helemaal niks van. Ik heb gelukkig ervaring erin. Dat is leuk als je ervaring als je machinist bent. Ik hou maar bij filmen komen. Ja, blij mooi dit. Hé, hey, 1200, die heb ik eerder gezien vorige week. Mooi man, lekker mooi. En dan heb je een troep. Zet jullie een beetje op de rails van de geschiedenis. De eerste stoomlocomotief werd geboren op 6 oktober 18... 29. Ja, in Nederland. Er was een soort vuurraket op wielen. Maar we zouden de wereld veranderen. We zouden de drijfkracht worden voor handel en industrie. En voor iedereen die kon reizen en durfde, kwam de wereld dichterbij. Een poosje later kwam ook de eerste locomotief naar ons land. Die heette de Arend. Hij reed 50 km per uur en was daar... Snelheid erbij. Ja, goed zo. Achterste rij. Bij het belletje druk je op de dodemansknop. Nou, we zijn in 1898 en ik zie daar nog iemand uit die tijd. Hey Casper. Nou, welkom in 1898. Mooi man. Ja.
Zeg, Kasper, fluit niet zo heel de dag. Ga rijden. Ik heb de leiding, maar de stroom is ook belangrijk. Hij zorgt voor zijn stroom, zodat hij... Zie je de vuurkist voor je? Daar schept hij wel 1000 kilo. Jongens. Ik zie mijn merk. Een sik. Daar is ook nog een sik. Ik zie mijn merk op een dag. Leuk joh. Goh, alleen maar mooie machientjes. Alleen maar. Mooi man. En natuurlijk staat mijn serie er weer bij. Sik man. We bevinden zich letterlijk op het spoor. Wij zijn spoorlopers, Tobias. Wij zijn spoorlopers. We kunnen het eigenlijk maken. Wij sporen niet. Dat is correct, het even juist. Ja. Hebben ze kapperijn? Dat heerlijke leer. Hier bouwt men de wagons die straks achter de Arend op de eerste spoorweg in Nederland zullen rijden. Oh, mooie stelmachientje. Nou, dit is de cabine van de 1200. Geniaal. Hey Kasper. Yeah.
Hallo, hoe kan ik u mee helpen? Heb je toevallig nog koffie? Nee. Oké. Okay. Waarom kent het deel ook nooit normaal van, hè? Europa. Voor dag en dauw, s'avonds laat, de treinen rijden altijd. Het zijn mensen die ervoor zorgen dat dit soepel verloopt. Je ziet ze op het perron of in de trein, maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt. Volop inzet onder hoogspanning. Het kloppend hart van de spoorwegen bevindt zich tegenwoordig achter een beeldscherm. Vroeger was dit wel anders. Het ouderwetse handwerk. Je ziet het steeds minder. De kruier die de reiziger hield met de koffers, de stoker die de kolen schepte, de wachter die een sein omzet, zijn van het spoor verdwenen. Rijden de treinen vandaag de dag op stroom of zelfs op waterstof? In de vorige eeuw werd het spoor beheerst door dampende stoomlocomotieven. Kolossale, zware machines die stomend hun weg door het landschap vonden. Echte stalen monsters. Machtig en indrukwekkend, dat zijn ze. Maar ook deze monsters rijden alleen met de hulp van mensen die het werk doen. De dag begint al vroeg. Treinen worden samengesteld, de wissels naar de juiste positie. Tot de volgende, Kasper. We zien elkaar snel.
Nou, we zitten weer in de trein richting Dordrecht. En we gaan ook nu vertrekken eigenlijk. Ja, zullen we zeggen, abfahrt. Heel de coupé voor mijn eieren. Relaxed. Ik geef 10, dikke 10. Eindpunt van deze reis. Nou, ik ben weer op Dordrecht Centraal. Eindpunt. Op mijn thuisbasis. Het was hartstikke leuk met Casper vandaag. Ik wil zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. We zitten bijna op de 100 abonnees. Dus we zeggen even abonneren. Ik wil zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Maar weer, laat het op eens.